wel. We hadden even pauze, een pauzemomentje. Voorzitter, de natuur kan geen pauze zich meer veroorloven. Nederland is het meest veedichte land ter wereld. Nergens ter wereld zitten zoveel dieren op zo'n klein oppervlak als in ons land. En dat kun je zien, want we staan ook in de top 5 van de hoogste stikstofvervuilers in de wereld. Dat is al een poosje een probleem. De Partij voor de Dieren vindt het schandalig dat je niet uit jezelf de natuur wil beschermen, maar dat je zegt dat moeten we Europees regelen. Als Duitsland geen natuurbeschermingsplannen heeft, nou dan wij ook niet. Dat je niet uit jezelf vindt dat je andere soorten het leven niet letterlijk zo zuur mag maken dat bijvoorbeeld koolmeesjes niet eens meer voldoende kalk hebben om hun eieren te vormen en dat de jongen in die eieren niet eens meer een volwaardig skelet kunnen aanmaken vanwege die enorme verzuring die we veroorzaken voor een belangrijk deel uit de veehouderij. Ik vind het echt schandalig dat je daar als nationaal parlement niet zelf van vindt, dat moeten we niet doen. Maar goed, dat is de situatie. Dus, wat heeft Nederland gedaan? Europese afspraken maken over natuurbescherming. En dat is het recht waar we nu mee te maken hebben. Al jaren. Probleem was, vanwege die Europese regels die zijn geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving, liep de vergunningverlening in de veehouderij een keertje spaak. Ja, je kan niet blijven uitbreiden. Je kan niet nog meer ammoniak in kwetsbare natuur dumpen. En omdat de vergunningverlening op slot zat, kwam het CDA met een foefje. Een programmatische aanpak stikstof. De Partij van de Arbeid werd verteld dat de natuurbeschermingswetgeving zo streng was dat je daardoor geen windmolens kon bouwen. Daardoor deed Diederik Samson mee. En sinds 2009 wordt er dus gewerkt aan een programmatische aanpak stikstof, waarbij van aanvang al duidelijk was dat dat niet bedoeld was om de natuur te beschermen, maar om de vergunningverlening vlot te trekken. We zijn uit ten treuren gewaarschuwd, vanaf het allereerste moment. Het moest per se in de crisis- en herstelwet mee. Toen kwam de uitwerking met staatssecretaris Dijksma. De Raad van State zei, ik denk niet dat het houdbaar is. De commissie van de Mer zei, ik denk niet dat het houdbaar is. Onomstreden adviesbureaus, zoals adviesbureaus die zeggen, hoe kan je nou de besluitvorming over infrastructuur versnellen, die kwamen ook tot de conclusie die natuurbeschermingsrechtjuristen al lang hadden gemaakt. Als je natuur verder verslechtert, gaat de rechter strenger toetsen en dan kan er helemaal niks meer. Dus zorg nou dat je eerst voldoet aan je natuurkwaliteit. Een simpel verslechteringsverbod, hoe minimaal wil je het hebben? Zorg dat de natuur niet nog verder achteruit gaat. Had Nederland zich daaraan gehouden, dan hadden we nu niet zo'n groot probleem gehad. Maar nee, de overheid wilde zich niet houden aan zijn eigen wet. Dus de mooie woorden van de VVD en D66 zojuist, ik hoop dat ze waar worden gemaakt. Want de wet zegt, de natuur, de kwetsbare Natura 2000 gebieden, mogen niet nog verder verslechteren. En als we daarop inzetten en niet met die blinde natuurhaat zo ongelooflijk bezuinigd hadden op het natuurbudget, hadden we deze problemen niet gehad. De boerderij schrijft terecht, in een land met zulke dwalende bestuurders is het slecht ondernemen. Want de natuur is niet alleen slecht af, maar ook boeren hebben hier helemaal niks aan. Wat heb je eraan als de vergunningen die je dacht binnen te hebben toch niet helemaal waterdicht blijken te zijn? En hoe zit dat eigenlijk met de stellige uitspraak van de minister dat onherroepelijke vergunningen ook daadwerkelijk onherroepelijk zouden zijn? Volgens mij heeft de Raad van State prejudiciële vragen bij het Europees Hof liggen met precies die vraag. Als Nederland een vergunning heeft afgegeven en hij is onherroepelijk, maar toch in strijd met het Europese recht, wat moeten we dan doen? Er is wel degelijk sprake van een intrekkingsgrond als het gaat om het overtreden van dat verslechteringsverbod. Hoe kan het gebeuren dat vandaag nog de provincie Friesland een vergunning heeft verleend? Na deze uitspraak, na de brieven van de minister. Hoe kan dat gebeuren? Kan de minister duidelijkheid geven over het aantal veehouderijen dat daadwerkelijk een discutabele vergunning heeft? En ik heb gevraagd om de aanwezigheid van de minister van Financiën hier, omdat ik niet uitsluit dat bedrijven zullen moeten worden uitgekocht. Als de overheid zegt, hier heb je een vergunning, willens en wetens in strijd met Europees recht, dan staat zo'n ondernemer in zijn recht als die zegt, ja maar hoor eens even, als ik alsnog weg moet, jij hebt mij een vergunning gegeven, ik wil daar compensatie voor. Is daar wel een analyse van gemaakt? Voorzitter, het is tijd voor keuzes. We wisten het, iedereen heeft alle adviezen kunnen lezen en de analyse toen al was, Kamerleden hebben geen ruggengraat.
Ook de VVD zei, ja, de PAS geloven er eigenlijk niet in, maar we stemmen er toch maar mee in. Dat is willens en wetens risico's nemen met de natuur, met de belangen van ondernemers en met de leefomgeving op lange termijn. Keuzes maken, krimp van de veestapel, minder hard rijden, geen Lelystad Airport, ook niet met de klimaatdoelen die boven de markt hangen en ook geen Formule 1 in Zandvoort. Dank u wel. Dank u wel.